Ozeya Bini, tot vandaag directeur van Huis Asiana, heeft vanmorgen feestelijk afscheid genomen van het personeel. Op zijn laatste werkdag heeft de scheidende directeur de gerenoveerde toilettengroep van de Ziekenboeg samen met de directeur van de Republic Bank officieel in gebruik genomen. Yabini is blij dat hij in zijn 3 jaren als directeur veel heeft kunnen veranderen binnen de zorginstelling. En ik ben trots dat ik toch gezamenlijk met de directie een grote bijdrage kon leveren binnen Huis Asiana. Als we kijken bijvoorbeeld naar de keuken, de renovatie van de keuken, vandaag de oplevering van de toiletgroepen die jaren niet gerenoveerd waren. De keuken was ook jaren niet gerenoveerd, het is nu helemaal gerenoveerd. De verfraaiing van het terrein, de tuin. Bouwproject van Huis Asiana, de herstructurering van verschillende afdelingen. Dus er is verbetering. Er is verbetering in plaats van Asiana heeft ook een nieuw logo gehad, een missie en een visie, ontwikkeld een strategisch beleidsplan. Dus dat zijn zaken die wij de afgelopen 3 jaren hebben gerealiseerd. En als ik terugkijk, dan zeg ik, ik ben toch trots dat ik een grote bijdrage heb geleverd in het verbeteren van de kwaliteit van de diensten binnen de organisatie. Volgens Christine Alspeer, de nieuwe directeur en opvolger van Yabini, is het een uitdaging leiding te geven aan zo'n zorginstelling. Zij is er gereed voor om de handen uit de mouwen te steken en Alspeer vindt het namelijk prettig een bijdrage binnen organisaties te leveren. Dus ik wil kijken van hoe gaan we het hier doen. Het is een seniorendorp. Er zijn alle afdelingen die je kan bedenken eigenlijk hier. Ik heb een financiële man die me daarbij gaat ondersteunen. Je hebt een bewonersraad, je hebt de afdeling voor de zorgverpleging. Dus je hebt PZ. Dus het zijn verschillende afdelingen met zo hun eigen cultuur. En dat vind ik dynamisch om te kijken hoe ik bepaalde projecten die meneer Yabini opgezet heeft, hoe ik dat kan continueren. En welke actoren ik kan vinden om alle andere activiteiten die nodig zijn, om daar projecten van te maken. Nou, mijn inwerkperiode was kennismaken met de leiding, kennismaken met het personeel. We hebben samen rond de tafel gezeten. We hebben gekeken naar wat goed gaat, maar ook wat de knelpunten zijn. Er zijn duidelijke afspraken hierover gemaakt. Afspraken in de zin, ik ben meer een praktijkmens. En afspraken, hoe gaan we het verder oppakken? Christine Alspeer, directeur van Huis Asiana. Zij sprak vanmorgen bij het afscheid van Yabini. Per 1 maart neemt zij het roer over van Ozeya Bini, die de afgelopen 3 jaren de leiding binnen de zorginstelling had.